het werk binnen het Ronald McDonald Huis zorgt bij mij vooral heel veel voor voldoening. En ik heb ergens het idee dat ik mijn steentje bijdraag aan de maatschappij. Ja, je ziet er ook gewoon zo erg het belang van de vrijwilligers. Omdat zonder vrijwilligers draait zo'n huis helemaal niet. Ik voel zo het belang van het hier zijn en het hier kunnen zijn. Dat al het andere, het verdriet, weegt daar niet tegenop. Weet je, er komen hier ook wel eens ouders terug waarvan het kindje gewoon... Ja, ze komen te overlijden. En dat is altijd verdrietig. Alleen dat raakt mij niet op zo'n vlak dat ik daardoor mijn werkje niet meer zou kunnen uitvoeren. Weet je, want ik schiet dan meteen in de wat kan ik voor u doen modus. U hoeft uw kamer nu echt niet zelf schoon te maken. U kunt doen wat u moet doen en wij zorgen dat dat allemaal loopt. Je hebt zo'n nut en ik vind dat vooral heel fijn. Wat mij het meeste is bijgebleven uit het huis, is ook de band die je ophoudt met de vrijwilligers. Ik kwam echt een jaar nadat ik er de eerste keer gezeten had, kwam ik er terug, omdat Ben toen weer een week in Groningen opgenomen werd. En 9 van de 10 mensen wisten gewoon nog wie wij waren. Dat geeft zo'n fijn, ja, bijna familiaal gevoel. Het Ronald McDonald Huis was voor mij in eerste instantie iets wat je wel eens op reclame zag langskomen. Waarvan je dacht van, goh, ik hoop toch dat ik het nooit nodig heb. En als je dan in een situatie komt waarin je het nodig hebt, dan is het echt, je kunt je niks mooiers voorstellen dan dat. Dat er een huis is waarbij je echt een plekje hebt dat je echt een beetje op dat moment echt je huisje kunt maken. Omdat je hebt een eigen slaapkamer waar je echt kunt terugtrekken. Maar je hebt ook een keuken waar je gewoon kunt koken. Je kunt daar wassen als het nodig is. Dus je doet daar eigenlijk toch een beetje zo de dingen die je zo thuis ook door de dag zou doen. Dus 1, het houdt je bezig. Het zorgt voor afleiding. Je hebt af en toe zo'n luisterend oor. En je bent heel dicht bij je kind. Ik kon echt letterlijk vanuit het huis kon ik met een verrekijker zo naar de afdeling kijken waar die lag. Het was echt het was een heel fijn, heel mooi gevoel dat er was. Het brengen en het halen is voor mij altijd een moment. Want hij komt daar 9 van de 10 keer komt hij met een of ander knutseltje naar buiten. En dat verhalen die hij meeneemt en de blik op zijn gezicht dat hij mij ziet. Dat hij gewoon altijd ook alweer heel blij is om mij te zien. Maar ik neem het nooit voor lief, geen seconde niet. Gekregen van Bente. En Bente is zijn vriendinnetje. En die heeft een verrekijker voor hem gemaakt. Dat is lief, hè?